Goedemorgen bij deze. Wat voor dag is het vandaag? Maandag. Maandagmorgen. Oké, ze mogen weer naar school. Ik ga gelijk daarna de boodschappen doen. Oh, moet ik morgen ook naar school? Nee, morgen heb je thuis schooltje. Ja. Doe nog een paar weken en dan mag je weer volledig naar school. Dus nou ja, we gaan heel snel door, want het is 8:10 en ik moet nu de auto doen. Vandaag gelijk boodschappen doen. Oeh, dat is toch niet aardig? Als het zo'n dag gaat worden. Zo, het is 3:30. Ik ga zo om de kindjes. Ik heb vanochtend lekker de boodschappen gedaan. Ik heb weer een boodschappenhal gefilmd. Sam in de iCard zetten. Als je hem nog niet gezien hebt, hij is vrijdag live gegaan. Ik ben er ook achter gekomen waarom het zo stonk in huis. We werden vanochtend wachten. Toen rook het echt gewoon naar Chocolate Boris. Of het die nat was geweest of gewoon. En misschien heeft hij wel gewoon heel erg last van zijn buik gehad. Van al dat pens of zo. Weet je, een beetje. Je veel lucht. En we kwamen beneden gewoon niks. En ik zag niet eens dat iemand in zijn bench en hier ook niet echt. Ik had lekker de ramen opengegooid met diffuser aangezet en ook mijn boodschap gewoon beneden de ramen boven open en diffuser aangehouden. En het was gewoon nog niet weg. En ik kwam terug mijn boodschappen doen en ik dacht, toch nog eens een keertje kijken. Misschien ligt het naast zijn bench of zo. Ligt gewoon in de hoek van zijn bench. Echt geworden. Heeft hij gewoon een stuk van die boei waar hij iedere keer mee aan het spelen is gewoon opgepoerd, denk ik. Dus dat heb ik even opgeruimd. Maar hier ruikt echt nog steeds in huis. Dus ik heb de deuren open gehad. Een rondje gewandeld. Ik heb ook een rondje gewandeld al. Want het was 2:15. Het was mijn video klaar. Die stond helemaal ingepland en wel. En toen dacht ik, ik kan nu of een nieuwe video gaan beginnen. Wat op zich wel handig zou zijn. Want die moet woensdag en die moet ik gaan beginnen. Morgen zijn de kindjes thuis. Of ik kan een rondje gaan wandelen. En nou staat er voor vandaag wel een training op met gewichtjes. Voor mijn bovenlijf. Maar een beetje extra cardio kan natuurlijk geen kwaad. Het is super lekker weer. Kijk nou, ik kom bij de gastouder. Ik kan mooi vatten. En er zitten ze met z'n tweeën op het grasveldje. Kijk dat nou, wat een grasmaaier. Hou het dorps. We hebben één kindje daar. Ik kan niet goed zien. Aan het spelen is. We hebben één kindje dat mama aan het nadoen is. Boris gaat hier dus weg. Die zit er precies voor. En die zit lekker in het zonnetje met een boekje. En ik kijk de zonnebril. Mama heeft ook een zonnebril. Deze. Kijk ze haar. Goed zo. En ik zit hier ook lekker. Ik heb even mijn korte broek aangedaan. Ik ook. Deze en deze. Ga ik lekker even het Jumbo magazine lezen. Een lekker dingetje in. Ik zie de echte roze schoen. Ja, dan moet je zoeken hè. Ja. Zeg, er is wel living the life. En een koekje en een ijsje. Zo, hey, lekker hoor. Nou, ik ga voor een zeemerminnen ijsje. Oh, die ziet er goed uit zeg. Lekker. Vast niet chemisch. Het is alweer dinsdagavond en ik heb niet heel erg veel gefilmd vandaag. We hebben thuis school gedaan. En eigenlijk was het vrij snel daarna altijd om met Brok naar zwemles te gaan. Zo'n klein dingetje in boksen. Hoe dat ging. Niet heel erg succesvol. Ze heeft wel aan het kleine bad gezongen, in het warme bad. Maar in het diepe bad wou ze dus niet. Vond ze te koud. Dus ja. Dat probleem is nog niet opgelost. Toen hebben we gegeten. Eens op bed gelegd. Dat heb ik even gesport. Daarom heb ik ook iets anders aan. En dan ben ik een beetje douwig. En nu is het 9:00. Dan ga ik me heel even relaxen en dan ga ik naar bed. Het is niet de meest enerverende dag vandaag. Maar goed, die heb je er soms ook gewoon tussen zitten. Hoe mooi je make-upje hebt gedaan. Jullie bedoeling. Kijk nou eens. Wie wat bewaart, die vindt wat. Welke slippers heb jij gevonden? Peppa Pig slippers. Die heb ik vorig jaar voor de gekocht. Brugier. En toen waren ze nog te groot. Jouw cadeautje. Nee, die meest niet verdiend. Want ze ging gisteren een beetje beurtenflutten met Samen. Het is heel lief dat jij die wil geven, maar die is niet van haar nu. Misschien morgen mag ze weer proberen te zwemmen. Ik ga morgen niet zwemmen. Oh, dat begint al goed. En de dag vliegt echt voorbij. Ik ben ook als een kip zonder kant van lopen. Ik moet hier wezen. Ik heb echt best lekker gewerkt. Ik heb alle video's voor deze week zijn klaar.
zeg altijd werken. Maar het zijn gewoon dingen die ik voor mezelf heb bedacht dat ik wil doen. En dat maak ik taakjes van. Dus dat wil ik afmaken. En ja, dat wil ik dan dat dat moet gebeuren. Dus ja, we hebben voor de rest een best wel druk avondprogramma op de planning staan. Logan moet naar de hockey en dan moet ik hem om 4:45 brengen. En 6:15 weer ophalen. Dus altijd een beetje snel heen en weer rijden. Want heen en weer rijden duurt ook 20 minuten. Dus 40 minuten in de tussentijd. Hou je nog 20 minuten is over om te eten. Is niet heel veel. Dus ja, wat moet ik zeggen? Ik heb gisteren mijn haar een final wash gedaan. Ik volg semi de curling curl methode. Ik zal even linken in de video hoe ik dat doe. Maar ik heb gisteren een was gedaan. Of mijn haar, zeg dat. Mijn haar gewassen met shampoo die alles stript uit je haar. Dus al het rotzooi er echt uithaalt. Aan siliconen en dingen. En het is echt aan het krullen. Nou, alleen hier heb ik echt een pluk. En ik denk, why? Maar als we het zo doen, dan valt het misschien niet zo op. Want deze kant krult wel redelijk. Ah ja. Dat is het. Nou ja, dat is waar je met krullen gewoon aan moet wennen. Het zit nooit niet perfect. Maar als je daar eenmaal aan went, dan vind je het best wel cute. Kijk, gewoon allemaal peper. Het is vandaag, of vandaag is vandaag, donderdag. En de kindjes hebben eigenlijk al hun schoolwerk af. Het enige wat Logan nog moet doen is 20 minuten lezen. Maar hij kan zo even 10 minuten doen en dan kan hij met slapen 10 minuten doen. Burke is helemaal klaar. Dus we gaan vandaag lekker poffertjes eten tussen de middag. Lekker hè? Wie zit in poffertjes? Maar wil je hem alsjeblieft voor betalen? Dat is niet wat ik vroeg. Het visje. Dat is niet wat ik vroeg. Wat vroeg je? Heb je zin in poffertjes? Ja. Oh. Ik zal eens kijken wat het is. Hij heeft een van de van Job de Tuber of zo. Een van de spel. En is maar één level is dan gratis. En voor des moet je dus iets betalen of zo. Maar in plaats van poffertjes ga ik dus een zalmsalade eten. Ik heb vanochtend de zalm uit mijn vriezer gehaald en eventjes net opgewarmd. Even omhoog een pan. Wat is wel dat? Kijk eens wat Loren heeft gemaakt van zijn Playmobil. Mag ik dacht ik zo? Eigenlijk hoort dat ook bij een setje. Ik kan weer een konijnsetje gekregen. Nee, dat is wel deze. Kan je het laten zien? Alleen ik ben de tralies nog even kwijt, maar ik vind het zo ook schattig. Dat is ook heel schattig. Wat heeft hij dus gemaakt? Ik ging eens even sporten. Ze waren zo lief aan het spelen. Dus ik zei, ik kan maar heel eventjes sporten. Half uurtje. En ze zei, ja hoor, dat kan. En vervolgens heb ik me eigenlijk kunnen aankleden. En heb ik 35 minuten de workout gedaan. Upper body. Van het fitplan. Dus mijn haar is nog op een staartje. Super lekker weer buiten. Dus ik heb de deur open gegooid. En we gaan lekker een snackje eten. En gaan we lekker buiten spelen. En ik ga mijn schoenen pakken en weer naar mijn hut. Doe alsjeblieft even een korte broek aan. Dan krijg je het al warm als ik naar je kijk. Wil je de schuur open doen? Wat wil jij de schuur pakken? En eruit pakken. Dat wil ik al. Oké. Om blaadjes weg te halen. Eerste bloemetje is er feit.
Ik had het leuker. Dan ben je helemaal groot, hè? Ja. Ja, mijn telefoon is heel groot. Ga je lekker make-uppen dan? Ja, kijk hoe groot die telefoon. Nou, zal ik hem voor je neerzetten? Ik kan wel neerzetten. Kan je dat wel? Brooke heeft besloten dat ze vandaag wat make-up op wil doen. Bij papa! Voor naar papa. Ja, je gaat pas vanavond naar papa hoor, maar... Ga je ook make-up op doen? Niet zo weird. Nee, ze wil ook wel make-up doen, maar dat was heel lang geleden. Ja. Zo, nou. Oké, ik ga eens even je kleertjes pakken. Het is eindelijk zover. De kinderen hebben weekend. Het was echt een hele klus vandaag om Logan zijn huiswerk te laten doen. Hij had er gewoon geen zin in en hij moest echt niet zo heel erg veel doen. Maar hij was gewoon echt aan het treuzelen en aan het te plutten en aan het doen. Weet je, dan net van de 5 sommen dat hij getallen op volgorde moet zetten van klein naar groot. Net de laatste gewoon compleet random cijfers doen in plaats van de cijfers die hij had. Of gewoon opdracht overslaan en dan net omdat dat ik niks door zou hebben. Dat soort dingetjes. Dus ja, dat duurde echt wel tot nou ja, 2:30. Het is nu 5:30. Hij is net naar buiten. Want hij wou eigenlijk op zijn iPad, maar die heb ik geconfiskeerd. Het was voornamelijk vanochtend een situatie waarbij ik het nodig vond om die straf toe te passen om zijn iPad in beslag te nemen. En in ieder geval te zeggen dat hij hem vandaag niet krijgt. Wie weet dat hij hem na het weekend terugkrijgt. Want ze gaan natuurlijk vanavond naar hun vader toe. En het is eigenlijk nooit een situatie geweest waarin ik vind dat er een straf die ik opleg in zijn tijd moet doorlopen. Dus bijvoorbeeld huisarrest of geen iPad of nee, ik nog maar het huisarrest gehad. Maar, hè. Dat er een consequentie van actie bij mij thuis door wordt gegaan, door wordt gevoerd in de tijd bij hun papa. Dus dit is ook niet zo'n situatie waarvan ik vind dat dat nodig is. Het is alleen afhankelijk van hoe vandaag loopt, wat hij dan na dat weekend dat terugkrijgt of wat hij nog eventjes beter zijn best moet doen. Dit meisje is echt mijn gezonde meisje. Die vraagt als ze een snackje wil, vraagt ze altijd of ze fruit mag. Iets van een appel of banaan. En ze keek net in de kast en zei, oh mam, die zijn mijn lievelings. En nou is ze walnoot aan het eten. Dit zijn ze. Ja, die vind jij lekker, hè? Ja, yoghurt is yoghurt niet lekker. Yoghurt ook niet lekker. Maar dit zijn walnoten. Yoghurt houdt ik niet van walnoten. Nee. En jij jou. Ja, en jij houdt ook van yoghurt. Ja. Ik hou ook van, ja, ook van fruit. Ja. En fruit is ook gezond. Eerst wel ijsjes vragen. Dan heb je weer een ijsje gezien. Maar dan banaan. Maar dan zit er ook dat de aardbeien-ijsjes. Ja, je aardbeien-ijsjes en de peren-ijsjes. Dat heb jij. Hallo, welkom bij deze zaterdagmiddag alweer. Het is echt 3:30. Ik zit even naar buiten kijken. Pascal heeft net het gras gemaaid. Super goed van hem. Ik heb uitgeslapen vanochtend. En toen heb ik YouTube-video's in bed gekeken. Super lui. En het was eigenlijk... Eerder dat ik beneden opgeruimd had en gedaan had, was Pascal alweer terug van zijn werk. En hebben we geluncht. Daarna heb ik gesport. Gedoucht. En toen heb ik mijn puppy shoplog opgenomen, die jullie als goed is. De video hiervoor? Ja, zou de video hiervoor moeten zijn. Dus dat was heel erg leuk. En nu heb ik nog een uur de tijd om te chillen. Ik denk dat ik even buiten gezit in het zonnetje, want het is prachtig weer. En wat wil het toeval nou? Ik kreeg vanochtend van mijn ex-man een foto dat Brooke dus het volgende zwembadje heeft gehaald. Na alle issues die ze de afgelopen paar weken heeft gegeven over zwemmen, blijkt ze dus gewoon die specifieke juf gewoon niet oké te vinden. Want zodra ze bij een andere juf is, zwemt ze gewoon prima. En die is er op zaterdagmorgen in ieder geval. Daar heeft ze dus deze zaterdag en 2 weken geleden op zaterdag mee gezwommen. En dat doet ze hartstikke goed. Dus die juf had zoiets van, ze verdient een volgend bandje. Ondanks dat ze dus dinsdag niet heeft gezwommen. Maar we zijn wel heel erg blij. Dus het is goed, dus beginnen van volgende week weer de gewone zwemlessen. En dan kunnen we eens een beetje gaan testen of het inderdaad waar is. Dat ze bij die specifieke juf waarmee ik iedere keer met haar ga zwemmen. Dat ze dat gewoon denkt van, ja, ik vind jou niet gezellig, dus ik doe het niet. Of dat het is. Dan is het probleem, Brooke die de diploma moet halen, geen probleem meer. Dus dan gaan we naar kijken. Ik ga hier nog even. Dus ben ik op zich wel blij dat we daar weer achter zijn. Maar goed, verder is het een vrij relaxte zaterdag.
Ik kom beneden en er is een pakketje bezorgd. Pascal, wat heb je besteld? Het is een vrij grote doos. En volgens mij zijn het allemaal nieuwe olietjes en dingetjes en tuteltjes. Volgens mij is het meer een deel. Allemaal piepschuim. Ik heb een aantal 9 flesjes besteld zodat ik mijn eigen combinaties kon maken voor die kinderen. Dan denk ik dat het ook hier los moet zijn dan. Niet. Oh no. I don't know. I don't know. I don't know. Met stickers. Handy. Oh. Daarom past het niet door de lieve zes keer. Ik heb ook niet dat je de druppels ook kan mengen. Ook handig natuurlijk. Gadver. Dit trekt Pascal gewoon net uit Boris. Oh my god. Ja, hij leeft nog. Hij is gewoon nog een stukje aan het eten. Kijk nou. Is dit nog een stuk Boris aan? Oh my god. Wat moet je nou doen? Ja, die moet je doodmaken denk ik toch? Ja, ik spoel hem naar de wc. Borisje. Gaat het met hem? Ja, hij geeft hem. Kijk even of hij er nog meer heeft. Ja, van die grote. Aww, Borisje. Wil je nog meer van? Ga je even checken.